Welkom deelnemers bij het webinar dat gaat over de verduurzaming van de utiliteitsbouw. We hebben een heel interessant programma vanmiddag met Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het werkgroep Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Twee sprekers die ons meenemen in het verhaal over normering en over het streefdoel. En we eindigen met Stephanie van der Wiel die ons iets gaat vertellen over hoe de planning verder is. Maar eerst ga ik even iets vertellen over de huishoudelijke mededelingen van het webinar. Vandaag maken we gebruik van Zoom. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje mee bekend zijn. Als deelnemer ben je gemute. Je kan niet roepen. We nemen deze webinar ook op. Hè, dus je kan hem later ook altijd nog terugkijken. Wat leuk is dat we wat interactie hebben ingebouwd. Je kan natuurlijk gewoon vragen stellen via de chat. Als je dat doet, to everyone, dan kan iedereen jouw vraag lezen. En vervolgens ook iedereen kan het antwoord lezen. Dat wordt gegeven. We hebben drie mogelijkheden. We beantwoorden de vraag meteen. We beantwoorden de vraag in het webinar. Of we beantwoorden de vraag later. Dus daar komen we zeker op terug. Dank je wel alvast voor als je vragen wil stellen. En als je technische vragen hebt, kun je die privately stellen. En dan komen die bij de technische mensen terecht. Die vertellen op welk knopje je nou precies moet drukken als je er niet helemaal uitkomt. Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen, is dat wij tijdens de presentaties, of na afloop van de presentaties, één vraag eruit halen. En dan kom je eventjes in de studio en kun je deze vraag stellen rechtstreeks aan de spreker. Je merkt wel vanzelf wel of jij degene bent die de gelukkige is, die eventjes in de studio mag komen. Ik wil jullie graag heel eventjes meenemen in het verhaal over utiliteitsbouw. En mensen die mij al wel vaker gezien hebben, hebben deze tijdlijn ook al wel eens gezien. Ik leg vaak uit wat de wet en regelgeving is van de utiliteitsbouw waar we nu al aan moeten voldoen. Dat is bijvoorbeeld de energiebesparingsplicht, de informatieplicht. We hebben al regels over nieuwbouw. Overheidsgebouwen moeten al voldoen aan de regelgeving. Afgelopen 10 maart is regelgeving ingegaan uit Brussel. De EPBD 3 noemen we dat ook wel, waarin staat dat je installaties moet laten keuren. Dat er eisen worden gesteld aan de systemen. En dat je aan de slag moet met laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. In 2021, januari, wordt de NTA 8800 geïntroduceerd. Dat wordt de nieuwe methodiek waarop we de energieprestatie van gebouwen gaan beoordelen, die ook belangrijk is voor het energielabel. Dus daarom heb ik hem ook zeker op deze sheet gezet. In 2022 gaat de omgevingswet in. Deze is recent uitgesteld, maar ook recent gelukkig bekendgemaakt dat het gewoon 2022 wordt. En in de omgevingswet gaan het bouwbesluit en het activiteitenbesluit terechtkomen onder de noemers BBL en BAL. Dat staat voor besluit bouwwerken leefomgeving en besluit activiteiten leefomgeving. Wat we natuurlijk ook weten, heel veel vastgoedeigenaren weten dat ook. In 2023 moeten alle kantoren aan energielabel C eis voldoen. Daar zijn we nu met z'n allen al hard mee bezig. We zitten ongeveer op de helft, dus er is nog wel werk aan de winkel. In 2025 vindt een integrale evaluatie plaats over hoe we het doen in Nederland. Of het allemaal in orde is. Daar komen we zo meteen nog even op terug. In 2030 willen we graag met z'n allen dat we 49% CO2 gereduceerd hebben. Dat is het streefdoel waar we nu mee aan de slag gaan. En in 2050 willen we naar CO2-arm vastgoed. Belangrijk is voor als doel wat we in het Parijse Klimaatakkoord ook met elkaar hebben afgesproken. Wat goed om te weten is dat er regelgeving komt uit Brussel, waar we mee te maken hebben. Daar staan de Europese vlaggetjes bij. We hebben nog regelgeving die uit het energieakkoord komt. Dus dat is de informatieplicht en de energielabel C voor kantoren, de verplichting. Maar vandaag gaan we het met name hebben over de dingen die in het klimaatakkoord staan. Dus dat is de eindnorm, het streefdoel, de tussenevaluatie en dat we daadwerkelijk een keer gaan bekendmaken wanneer dat precies is, wanneer we wetgeving gaan hebben. Dit is volgens mij even heel snel de tijdlijn waar we met z'n allen mee aan de slag gaan.
Nu is het denk ik aardig. Gaan we over naar de eerste spreker. Maarten van Poelgeest is de voorzitter van de werkgroep gebouwde omgeving die onder als in het uitvoeringsoverleg van het klimaatakkoord waar dat hij mee bezig is om de doelen van het klimaatakkoord te halen. En Maarten, wil ik graag wat vragen stellen. Maarten, welkom. Fijn dat je naar de studio wilde komen. Ja. Dat was ook een leuk uitje. Kom je weer een beetje de deur uit. Ja, nou dat had ik zelf ook. Ik heb 2,5 maanden op de zolderkamer gezeten en nu voor het eerst weer de deur uit. Dus hartstikke fijn. Maarten, kun je iets uitleggen over voorzitterschap? Waar ben je voorzitter van? Ik ben voorzitter van het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving klimaatakkoord. Dus dat is een hele lange titel. Ja, het komt bij jou er beter uit dan bij mij in ieder geval. En het is eigenlijk, ik ben de opvolger zeg maar, van Diederik Samson. Nou, in de vorige ronde is er een hele akkoord uit onderhandeld. Maar wat nu meer centraal staat aan die uitvoeringstafel is de uitvoering. Ja, dat zeker. We zitten natuurlijk nu in een studio. Hè. Dat normaliter hadden we heel graag een live event gehad. Dat komt helaas door de coronacrisis. Wat denk je dat deze crisis voor gevolgen heeft voor de uitvoering van het klimaatakkoord? Dat vind ik heel moeilijk om in te schatten. Dat is ook afhankelijk van wat verschillende partijen, wat Rijk gaat doen, wat gemeenten gaan doen, wat maatschappelijke partijen gaan doen. Ik denk zelf dat het behoud van banen, of misschien zelfs in sommige sectoren uitbreiding van werkgelegenheid, heel belangrijk zal zijn voor economisch herstel. En ik denk in die zin dat de gebouwde omgeving ook echt wel een kans is. Omdat we moeten al die gebouwen duurzaam maken, sooner or later. Dus als we dat nu eerder gaan doen, dat is heel arbeidsintensief. Dus het zou denk ik heel verstandig zijn om al die investeringen in utiliteit, in woningen, om dat naar voren te trekken. Om op die manier ook mensen aan het werk te houden. Ja, ja. Welke rol speelt het uitvoeringsoverleg als het gaat over de gebouwde omgeving? Nou ja, er ligt een mooi akkoord. Hè. Dat zijn 150 afspraken over de gebouwde omgeving met wel, ik geloof, 30, 35 partijen. Mm-hmm. Een deel van die afspraken moet nog iets preciezer worden gemaakt. Dus dat doen we ook met elkaar. Mm-hmm. Dan wordt aan die tafel besproken of iedereen het er wel mee eens is. Hè, de manier waarop we ze preciezer hebben gemaakt. En het andere is natuurlijk dat we in de praktijk soms al aan de slag zijn, maar ook meer aan de slag gaan. En daar gaan natuurlijk allerlei verschillende ervaringen uit naar boven komen. We zijn nu wel heel erg modelmatig van alles aan het uitrekenen over normen, over wat het kost en noem maar op. Maar ja, de proof of the pudding is een eating, hè, zoals ze zeggen. Dus op het moment dat je ergens aanbelt of je begint met een ziekenhuis, dan wordt het pas scherp. En ik denk dat daarin ook nog heel veel ervaring en informatie uit die praktijk gaat komen. Die we aan elkaar moeten vertellen. Die er misschien ook toe leidt dat afspraken net weer moeten worden bijgesteld. Omdat natuurlijk op voorhand is niet helemaal zeker over hoe het nu strakjes precies gaat. Ja, ja. Je noemt het ook wel sturen in de mist. Ja, dat denk ik. Gaat de mist nog gauw opklaren? Of denk je dat we daar een poos in zitten? Ja, ik denk dat ik snap wel dat mensen op zoek zijn naar meer zekerheid. En ik denk ook, voor zover het kan moet je dat ook proberen. Maar het idee dat je even 30 jaar vooruit kan kijken en precies kan weten wat het warmtealternatief wordt voor elk gebouw in Nederland, lijkt mij totaal overmoedig. De techniek is ook nog steeds in beweging. Misschien worden er over 10 jaar wel dingen uitgevonden waar we nu nog van zouden dromen. Dat zijn allemaal dingen die je niet weet. Je weet ook heel moeilijk wat voor warmte is er in de toekomst. Hè? Zal het via warmtenetten gaan? Wordt het toch nog iets met waterstof? Dat zijn hele grote onbepaaldheden die niet zomaar weg zijn. Ja. En dat moet dan geen reden zijn om niet te beginnen. Want dat kan natuurlijk ook de reactie zijn van zolang we dat niet weten, moeten we maar niet beginnen. Nou, dat zou ik niet goed vinden. Mm-hmm. Ook omdat je juist die praktijkervaring moeten opdoen.
Als we het hebben over de gebouwde omgeving, hebben we het natuurlijk ook heel vaak over de woningbouw. Welke rol zie jij voor de utiliteitsbouw weggelegd? Nou, ik denk dat die eigenlijk best groot is. Er zitten ook heel veel CO2's die we uiteindelijk moeten besparen in de utiliteit. Ja. En zeker, nou ja, een beetje jouw eerste punt in het licht van de crisis. Zou het wel eens verstandig zijn om misschien daar wat sneller te gaan? Omdat het natuurlijk grote gebouwen zijn met 1 of 2 eigenaren. Dus die het op een bepaalde manier misschien iets makkelijker maakt. Woningbouw is wel complex. Hè? Als je nadenkt dat, nou, wat zal het zijn, 4, 5 miljoen particulieren die woningen bezitten. En die moeten er allemaal iets van vinden, zullen we zeggen. Ja. Dus dat is in de utiliteit, daarmee is het op een andere manier misschien niet minder complex. Maar het aantal mensen waar je mee te maken hebt als je met een gebouw begint, dat is misschien toch wat minder. Relatief, en juist, misschien ook omdat het partijen zijn die op een of andere manier toch nog investeringsmiddelen hebben of kunnen krijgen, lukt het ook makkelijker om daar sneller van de kant te komen. Ja. Dus ik zie dat zeker als een kans. En je noemt het inderdaad sneller van de kant komen. Wat denk je dat vastgoedeigenaren nu al kunnen doen? Nou, dat vind ik altijd moeilijk om te beoordelen, omdat ik denk dat elk gebouw is uiteindelijk ook weer uniek. Je somde net keurig op in de tijd wat er allemaal aankomt. Ik denk in ieder geval die stap naar label C, nou een deel heeft dat al, maar een deel ook nog niet. Ja. Dat is wat ze in ieder geval moeten doen, want dat zal niet veranderen. Dus ik zou ook denken, je moet er al aan begonnen zijn, maar ga daar vooral mee door. Dat lijkt me vrij evident. Ik denk in nieuwbouw, dat is al de norm. Maar dat is ook nog wel even zoeken hoe je dat precies doet. Dat zijn dingen die je redelijk snel kan doen. Ja, wij hebben ook een poll voorbereid. Ik denk dat het leuk is om alle deelnemers van het webinar even te vragen om de poll in te vullen. Zonnepanelen zijn spijtvrije maatregelen. Nou, ik ben benieuwd wat er uit de pol komt. Zonnepanelen zijn altijd goed. Zonnepanelen zijn spijtvrije maatregelen. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Er wordt nu driftig gestemd. Er wordt driftig gestemd, ja. Iedereen zoekt, waar zit dat knopje toch? Dat ik kan stemmen. En daar komt het antwoord. Oh nee, daar is de poll. Dat is wat de mensen zien in het beeld. En ik krijg, als het goed is, zo de antwoorden door. Dit is natuurlijk niet een vraag die heel lang hoeft te duren. Wat vind jij ervan, Maarten? Zonnepanelen, zijn dat altijd goed maatregelen? Ik denk het eigenlijk wel. Want iedereen heeft op een of andere manier elektriciteit nodig. Dus dat lijkt mij heel intuïtief. Maar gewoon op het moment dat je dat kan doen, moet je dat doen. Het kan in sommige situaties misschien dat terugleveren nog wel ingewikkeld zijn. En een hoop investeringen in het elektriciteitsnet. En het is ook iets te makkelijk om te denken dat een ander dat dan weer oplost. Ik denk dat je er ook nog wel even precies naar moet kijken wat dat betekent voor de omgeving. Het is overigens niet de oplossing voor alles, maar lange na niet. Gemiddeld genomen is denk ik de energievraag voor 80% warmte en voor 20% elektriciteit. Ja. Dus heel veel mensen, zeker mensen die een woning hebben, die realiseren zich dat niet. Dat het meeste zit toch gewoon in die douche en in je huis warm houden. Ja. En niet in het licht aan. Ja. Ja, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de utiliteitsbouw. 78% was het eens met deze stelling. Zonnepanelen zijn altijd goed en 22% niet. Hebben wij al een vraag uit het publiek? Geen vragen. Is er niemand die Maarten van Poelgeest een vraag wil stellen? Oké. Maarten, je zegt vastgoedeigenaren kunnen nu al aan de slag.
Maar we weten ook dat de warmteopties in de wijk moeten nog bedacht worden. Denk je dat vastgoedeigenaren in een wijk een rol hebben? Ja, dat denk ik zeker. Nou is het wel zo dat er ook voldoende wijken zijn die voorlopig nog niet gaan, zullen we maar zeggen. Omdat ook het alternatief onder de huidige condities niet reëel is. Maar in die wijken waar je eigenlijk zou kunnen beginnen, kan utiliteit een hele grote rol spelen. Omdat, nou ja, stel je wil ergens een warmtenet aanleggen, het is natuurlijk een grote afnemer. Mm-hmm. Dus die kan net dat warmtenet over de hobbel heen tillen. Datzelfde geldt ook wel een beetje voor het bezit van corporaties. Die zijn natuurlijk ook wat groter. Ja. Dus ik denk dat utiliteit en corporatiecomplexen, op het moment dat dat veel in een wijk zit, die ook een type bouw heeft waardoor ze snel kan omschakelen, dat die twee daarin er net beslissend voor kunnen zorgen dat die wijk ook inderdaad gaat. Ja. Dus het is wel echt maatwerk. En wat natuurlijk denk ik ingewikkeld is, is dat terecht eigenaren kijken natuurlijk naar hun gebouw. Terwijl die gemeente kijkt naar wijken. Ja. En dat moet op elkaar worden aangesloten. En ik denk dat dat ook nog wel wat gesprekken en tijd en overleg vraagt om dat goed te kunnen doen. Maar daar kun je morgen mee beginnen. Ja, dus dat moet de gemeente en ook eigenaren vooral doen. Ja. Ja. Absoluut bij elkaar gaan zitten. Oké, dankjewel Maarten. Okay. Wie weet komt er later nog een vraag. Dan komen we daar gewoon nog een keer op terug. Dankjewel voor je komst naar de studio. De volgende spreker is Evie van Rijn. Evie is senior manager bij Brink Management en Advies. En Evie gaat ons meenemen in het onderzoek naar het streefdoel. Evie, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Celine. Heel erg leuk om hier te zijn. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over het onderzoek Streefdoel Resultaat 2030 en dan met name de resultaten hiervan. Yes. En dan te beginnen eigenlijk met wat voor onderzoek hebben wij precies uitgevoerd. De onderzoeksvraag die wij mee hebben gekregen luidt als volgt. Welke bewezen technologieën, vertaald naar maatregelen, om de CO2-uitstoot van de bestaande utiliteitsbouw, gebouwenvoorraad te reduceren, zijn kosteneffectief? En wat is het reductiepotentieel van deze maatregelen? Daarmee is gelijk de scope van het onderzoek vastgesteld, namelijk de bestaande utiliteitsbouw in Nederland, een zeer diverse gebouwenvoorraad. En het doel van het onderzoek is concreet te maken in twee delen. Enerzijds inzicht in de kosteneffectieve en spijtvrije maatregelen. Anderzijds in inzicht in de haalbaarheid van de beoogde besparing door gas van 1 megaton CO2 in 2030. Daarmee draait dit onderzoek ook helemaal om het streefdoel 2030. Daarmee komen ook al gelijk een aantal belangrijke begrippen te sprake, die ik kort heel even zal toelichten. Met name te beginnen met spijtvrij. Spijtvrij is een maatregel als deze niet remmend werkt op het einddoel. Daarbij is het van belang dat alles wat je nu doet, vooral ook gericht is op die lange termijn. Dat hebben we gezegd als een maatregel is spijtvrij als het een bewezen technologie is, ofwel een proven technology. En als deze dus inderdaad vooral in de praktijk al wordt toegepast en nu ook gewoon bekend is. Het tweede begrip is kosteneffectief. Wanneer zijn maatregelen kosteneffectief? Dat hebben we gesteld wanneer de beoogde investeringen in redelijke verhouding staan met het beoogde doel. Dat hebben we meetbaar gemaakt door gebruik te maken van de terugverdientijd. Waarbij we ervan uitgaan als een maatregel zich terugverdient binnen de levensduur van het element. Dus bijvoorbeeld, net ging het gesprek over zonnepanelen. Als zonnepanelen zich terugverdienen binnen de levensduur van dat zo'n zonnepaneel meegaat, dan blijkt een zonnepaneel kosteneffectief. We hebben het ook over natuurlijke en zelfstandige momenten. Maatregelen, ingrepen kun je namelijk doen op natuurlijke momenten. Dus dat zijn ingrepen die je sowieso al gaat doen in het gebouw, bijvoorbeeld vanwege renovatie of vanwege onderhoud. Dat kan een technische oorzaak hebben, dat kan een functionele oorzaak hebben, bijvoorbeeld als je wil uitbreiden of verbouwen. Of ingrepen kunnen gedaan worden op zelfstandige momenten, eigenlijk willekeurige momenten. Dus bijvoorbeeld om weer terug te komen op het voorbeeld van de zonnepanelen, die zou je kunnen leggen op bijna elk gewenst moment.
Daarnaast is ons één belangrijke randvoorwaarde meegegeven en dat is de NTA-tool. Alle maatregelen zijn doorgerekend met de NTA 8800. En daarvoor hebben wij een conceptversie van de tool ontvangen. Hoe zijn we dan begonnen met dit onderzoek? Want wat ik net al aangaf is, de bestaande utiliteitsbouw is een zeer diverse gebouwvoorraad. En daarom hebben wij de voorraad opgedeeld in een aantal categorieën. Ik hoop dat het leesbaar is in beeld, maar hier kun je in ieder geval de 11 categorieën zien die we hiervoor hebben onderscheiden. Die zijn ook op basis van, opgesteld op basis van de categorieën in diezelfde NTA 8800 tool, maar ook op basis van bouwbesluit en CBS. De 11 referentiegebouwen hebben we gekozen rondom een vastgestelde selectiemethodiek. Ook overeengekomen met het onderzoek naar het einddoel, waar jullie straks nog meer over te horen gaan krijgen. En in op de foto, op het voorbeeld, zien jullie bijvoorbeeld een bijeenkomstgebouw en met de kenmerken daarvan. Dit is een representatief gebouw, maar ook een werkelijk gebouw. Het is een gebouw wat er echt in de praktijk zo staat. En bijvoorbeeld van dit gebouw is bekend dat het een gebruiksoppervlakte heeft van 733 vierkante meter gebruiksoppervlak. Een vormfactor van 1,85 en dat 26% van de gevel uit ramen bestaat. Wat we wel hebben gedaan zijn aannameswijzigingen ten aanzien van de energetische prestaties, zodat voor alle gebouwen, voor al diezelfde referentiecategorieën, eenzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd en ja, de duurzame maatregelen ook echt in kaart kunnen worden gebracht. Ga ik naar de volgende slide. Wat we namelijk vervolgens gedaan hebben is een aantal maatregelen doorgerekend over al deze referentiegebouwen. Dit zijn alle 10 maatregelen die we door hebben gerekend voor alle gebouwen, waarbij er ook nog een aantal variaties zijn. We zijn tot deze maatregelen gekomen omdat het allemaal gebouwgebonden maatregelen zijn. Dus we hebben echt gekeken naar fysieke maatregelen. Het zijn allemaal, er zijn geen erkende maatregelen opgenomen. Om dubbelingen met vastgesteld beleid te voorkomen, zijn we ervan uitgegaan dat de erkende maatregelen zijn uitgevoerd. En het zijn locatie-onafhankelijke maatregelen. Dus dat wil zeggen dat je al deze maatregelen in elk gebouw in Nederland zou moeten kunnen toepassen. Wat je dan ziet in deze lijst is inderdaad wat ik net al aangaf, een aantal variaties. Bijvoorbeeld bij maatregel 1 zie je staan dat we hebben gekeken naar een dakisolatie aan de buitenzijde met een RC-waarde van 6 en een RC-waarde van 8. Dit om een aantal varianten te testen wat kosteneffectief is en wat niet. De eerste 4 maatregelen zijn bouwkundige maatregelen. Dus inderdaad de dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en glas. Wat hierin gelijk al de deskundigen zal opvallen, is dat inderdaad we er zijn vanuit gegaan dat die erkende maatregelen zijn toegepast. Een van de erkende maatregelen is bijvoorbeeld spouwmuurisolatie. En daarom zal dus ook de gevelisolatie in dit geval aan de buitenzijde worden toegepast, omdat er in de spouw al isolatie aanwezig is. Maatregel 5 tot 10 zijn installatietechnische maatregelen. Dus dan heb ik het over inderdaad ventilatiesystemen, maar ook bijvoorbeeld een warmtepomp. Specifiek voor die warmtepomp hebben we 3 varianten doorgerekend. Eigenlijk een hybride versie, dus een luchtwaterwarmtepomp in combinatie met een bestaande cv-ketel. Een luchtwaterwarmtepomp, dus echt een volledige warmtepomp en een waterwaterwarmtepomp. Ja, en tot slot natuurlijk sluiten we weer het rijtje af met de PV-panelen. Al deze maatregelen hebben we voor alle referentiegebouwen doorgerekend, individueel en in een pakket. En dan kom ik eigenlijk bij het eerste resultaat. Wat je in deze tabel ziet is op de horizontale as alle maatregelen, op de verticale as alle referentiecategorieën. En het is eigenlijk het meest belangrijk om te kijken naar de kleuren van de hokjes. Want als een hokje groen gekleurd is, betekent dat dat het een kosteneffectieve maatregel is. Is een hokje oranje gekleurd, dan betekent het eigenlijk dat die net niet kosteneffectief is. Maar dan zou het wel zo kunnen zijn dat die voor net een ander type gebouw in die categorie wel kosteneffectief kan worden. En voor de grijs gekleurde cellen betekent dat dat ze niet kosteneffectief zijn. En overigens wil ik er ook graag bij zeggen dat we een behoorlijke uitgebreide gevoeligheidsanalyse hebben gedaan. Om dus inderdaad te testen van als er nou bepaalde waarden afwijken. Dus als de investering wat hoger wordt, als de energiebesparing wat lager wordt. Blijft zo'n maatregel dan nog kosteneffectief? Of ja, zitten we precies op de grens of niet? Op basis van deze doorrekening kunnen we eigenlijk het volgende concluderen. Wat we eigenlijk zien is dat in alle referentiegebouwen die hybride warmtepomp en de PV-panelen kosteneffectief zijn.
Dus ook degene die net in de poll hadden gestemd op de kosteneffectiviteit van zonnepanelen, of ze echt spijtvrij zijn, ze zijn ook dus kosteneffectief, eigenlijk voor alle gevallen. In sommige referentiegebouwen is ook de dakisolatie, vloerisolatie en de zonneboiler kosteneffectief. Dat verschilt per categorie en hangt een beetje af ook van de omstandigheden. Wat aan de andere kant op dus opvalt, is dat er ook een aantal maatregelen zijn die in geen referentiegebouw kosteneffectief zijn. Dus dat is bijvoorbeeld die HR-beglazing met kozijnen, balansventilatie met HRWTW, reductie van het ventilatiedebiet of de daglichtafhankelijke regeling. Waarbij ik gelijk ook de opmerking wil plaatsen over de HR-beglazing met kozijnen. Wij zijn ervan uitgegaan inderdaad om zowel het glas als de kozijnen te vervangen. Dat is dus best wel een aanzienlijke ingreep. Dit komt ook omdat er weer in die erkende maatregelen staat dat er vaak al dubbelglas aanwezig is. Wat je nou ziet is dat inderdaad als het mogelijk als je nog enkel glas hebt of als je dubbelglas hebt in een kozijn waar je bijvoorbeeld zonder het kozijn te vervangen wel HR++ glas in zou kunnen zetten, dan is het mogelijk een maatregel die wel ineens kosteneffectief kan blijken. Dus dit zijn echt de resultaten van hoe de maatregelen zijn geplot op de referentiegebouwen. Nou, vervolgens hebben we al deze maatregelen ook geplot op het handen. Of sorry, ik sla even in slaat over. Daar hebben we een soort van handelingsperspectief opgesteld. Omdat we ook zien dat inderdaad misschien in één specifieke referentiesituatie een maatregel niet kosteneffectief is, maar misschien voor een andere gebouweigenaar wel interessant is. Een aantal belangrijke nuances en opmerkingen en aanbevelingen die ik graag nu met jullie zou willen delen, zijn even in het kort het volgende. We hebben dus een aantal aannames gedaan ten aanzien van de uitgangssituatie. Een van die aannames is dus dat de erkende maatregelen zijn toegepast. Het zou heel goed zijn dat in de praktijk dat je op het punt staat om die erkende maatregelen toe te passen of dat je dat nog gaat doen. Kijk dan nog eens extra goed naar de maatregelen die mogelijk zijn. Want inderdaad, misschien is dan HR++ glas ineens wel interessant. We hebben ook gekeken naar de gebouwgebonden maatregelen. Maar er liggen ook kansen op het gebied van gedragsmaatregelen. Dus bijvoorbeeld het inregelen van installaties. Of de gebruikers bewust maken van hoe zij bepaalde installaties of het gebouw moeten gebruiken. Dat kan ook aanzienlijke voordelen bieden. En diezelfde verbreding ligt er ook op het vlak van gebiedsgerichte oplossingen. Dus inderdaad de ontwikkelingen die bijvoorbeeld met gebieds-WKO's nu plaatsvinden. Wellicht is het interessant om daaruit op aan te haken. En zo van je verwarmingsconcept te veranderen. Ook een aantal wat meer negatieve kanttekeningen. Kosteneffectief betekent niet direct financierbaar. Dus een maatregel kan nog zo kosteneffectief zijn en zich nog zo snel terugverdienen. Een gebouweigenaar moet wel het budget hebben en de financiën hebben om die investering te kunnen doen. Daarbij sluit ook aan weer de gemeentelijke transitievisie warmte, waar het net in het interview ook over ging. Het is ook van belang om je bewust te zijn van je lokale context. Waar wil de gemeente naartoe, waar gaat je wijk naartoe en hoe kun je daarop aansluiten? Tot slot nog een positieve. We hebben geen rekening gehouden met subsidies en fiscale regelingen. Dus daardoor kunnen maatregelen wellicht nog positiever uitvallen. En de split incentive blijft ook altijd een belangrijke opmerking. Omdat dit ook echt wel een belemmering kan vormen. Wanneer dus de baten van een bepaalde maatregel niet terechtkomen bij degene die de investering doet. Daarom bevelen we ook aan, deze kosteneffectieve maatregelen bieden zeker een richtlijn, maar ga je specifiek met een bepaald gebouw op een bepaalde locatie aan de slag. Denk er dan ook vooral aan om een maatwerkadvies te maken en om echt te kijken wat voor dat gebouw interessant is. Dat even over de specifieke gebouwen en over de specifieke maatregelen. Als we dan vooral daarna kijken naar de totale voorraad van Nederland. En ik heb ze hier even op een rijtje gezet. En dit soort getallen zijn vaak altijd heel lastig te bevatten. Dan heb ik het over 220 miljoen vierkante meter oppervlak. En ongeveer zo'n een kleine 500.000 gebouwen. Dat is de totale utiliteitsbouw in Nederland. En we hebben dus gekeken, als je naar al die maatregelen, de kosteneffectieve maatregelen, met de reductie die je teweeg brengt, plot over al deze gebouwen, waar komt die dan op uit? Nou, dat kan natuurlijk niet één op één, want zo'n referentiegebouw kun je niet inderdaad, dat bijeenkomstgebouw wat ik net in het begin liet zien, kun je niet plotten over al die 68.000 bijeenkomstgebouwen. Dus we hebben daar een hele techniek achter bedacht. Daar ga ik jullie niet helemaal in meenemen, daar heb ik niet helemaal de tijd voor. Maar heel kort gezegd hebben we rekening gehouden met bijvoorbeeld bouwjaar, hoe nieuw of hoe oud is een gebouw,
We hebben een correctie gedaan voor renovatie en sloop, want er zijn nu eenmaal gebouwen, ook al hebben ze een heel oud bouwjaar, die zijn al reeds gerenoveerd. Er worden ook nog gebouwen gesloopt tot 2030. We hebben gekeken naar de grootte van een gebouw, want maatregelen die in een klein gebouw misschien niet interessant zijn, zijn juist in een heel groot gebouw wel interessant. En we hebben nog een aantal specifieke maatregelen gedaan per specifieke aannames gedaan per maatregel. En dan kom ik eigenlijk tot de volgende resultaat. Hierin zie je weer al die verschillende categorieën staan, met in totaal eigenlijk de eindconclusie. Deze totale exercitie leidt tot een besparing van 1,7 megaton CO2. Let op, dit is een besparing alleen door gas, dus niet door elektra, alleen door gas. En wat ook opvalt is dat die exclusief kantoren is en exclusief industrie. Kantoren hebben we er heel bewust uitgehaald, ook omdat daar de label C-verplichting momenteel voor geldt en we wilden geen dubbelingen hebben met de andere doorrekeningen. Industrie is simpelweg weggelaten omdat deze nog niet door te rekenen is met de NTA 8800, maar daar ligt zeker ook nog wel besparingpotentieel. Dus als ik dan nou ga naar mijn laatste slide, wat is dan eigenlijk de conclusie van ons onderzoek geweest? Is we zeggen de beoogde besparing van 1 megaton CO2 in 2030 door gas is goed in te vullen met de kosteneffectieve maatregelen. Wel nog de belangrijkste noot daarbij, dat we er dus van uitgaan dat alle gebouwen die in aanmerking komen voor verduurzaming, dat gebouweigenaren daarin ook echt actie ondernemen. Een advies wat we willen meegeven is, hou vooral dat einddoel in zicht, zeker bij een natuurlijk moment van ingrijpen, want het zou goed kunnen zijn dat er nog maar één moment is, zelfs tot 2050. En nog een opmerking die volgens mij net ook al is gemaakt inderdaad. In ons onderzoek komt die hybride warmtepomp naar voren als een hele aantrekkelijke, kosteneffectieve maatregel. Hiervoor heb je echter alleen nog wel gas nodig, dus dit kan mogelijk in tegenstrijd zijn met de transitie naar de aardgasvrije wijken. Dat was eigenlijk heel erg in het kort ons onderzoek en de resultaten. Dankjewel, Evi. Op je laatste opmerking hebben we meteen een polletje. Kijk, leuk. Gelukkig, hè? Dus de tweede poll van vandaag is: hybride warmtepompen stimuleren het gebruik van aardgas juist in plaats van afbouwen. En ik wil graag alle deelnemers verzoeken om even te reageren op de poll. Ik ben benieuwd. Wat, hoe kijk jij ernaar, Evi? Hybride warmtepompen houden het gebruik van aardgas in stand? Ja, ik vind hem heel dubbel. Van de ene kant is het inderdaad een maatregel die vrij eenvoudig, relatief eenvoudig toepasbaar is. Maar van de andere kant is het inderdaad, je blijft daarmee wel gasafhankelijk. Ik denk dat het heel erg afhangt ook van de situatie nu. Als je bijvoorbeeld nu echt je cv-ketel wil vervangen, en je moet iets met je verwarmingsconcept, dan is het misschien makkelijker om inderdaad toe te gaan naar dan ook een heel nieuw verwarmingsconcept. Maar als je voor de rest niks anders aan je huis wil doen, is het een behoorlijke ingreep om, of aan je gebouw wil doen, dan is het een behoorlijke ingreep om van een cv-installatie naar een warmtepompinstallatie te gaan. Ja. Hetgene wat ik vooral wil meegeven is, als je kiest voor die hybride warmtepomp, ben je er dan bewust van dat er wel nog steeds een moment gaat komen dat je echt actie gaat moeten ondernemen. Dus dat het meer een soort van vooruitschuiven is eigenlijk van de ingreep, dan echt dat het een permanente oplossing is. Nou, dat is dan misschien een goede conclusie. Een hybride warmtepomp is een tussenoplossing en geen eindoplossing. We hebben ondertussen uitslag van de poll. 71% is het oneens, hè, dus die zeggen, die stimuleren het gebruik van aardgas niet. En 29% is het wel eens. Dus volgens mij komt dit wel aardig overeen met jouw mening. In ieder geval van onze deskundige deelnemers, zullen we het maar houden. We hadden ook een vraag binnengekregen van Jeroen Paas. En is het mogelijk om Jeroen eventjes te horen? Hallo. Ben ik te horen? Zeker, Jeroen. Fijn dat je weer meedoet. wat was jouw vraag aan Evi? Nou, wat mij onduidelijk is, is dat de NTA 8800, die berekent van tevoren een energieverbruik, kilowattuur per vierkante meter.
En het streefdoel gaat, zoals ik dan begrepen, werken met daadwerkelijk energieverbruik. En het is mij niet helemaal duidelijk hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Kan ik antwoorden? Ja, je mag antwoorden. Wat we inderdaad hebben gedaan is het doorgerekend met de NTA. Dus we zijn echt uitgegaan van inderdaad die theoretische besparing. Wat we wel hebben gedaan is nog gekeken inderdaad van hoe zit nou de theoretische besparing in verhouding ook tot die werkelijke besparing. Wat alleen lastig is, is omdat die extrapolatie op een andere manier werkt dan echt de theoretische is. Dus de 1,7 megaton besparing die je net zag, was inderdaad de theoretische besparing. Is dat helder, Jeroen? Ja, dat is helder. Mag ik daar een heel kort vraagje bij stellen? Nou, een hele korte dan. Ik weet dat bijvoorbeeld voor het onderwijs ook gekeken wordt naar bijvoorbeeld een doel op basis van ook daadwerkelijk energieverbruik. Is dat te adviseren of is het beter om het doel te stellen op basis van de NTA 8800? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Waarom ik hem lastig vind, is omdat daadwerkelijk energieverbruik natuurlijk heel erg locatie- en gebouwspecifiek afhankelijk is. En heel moeilijk, hoe ga je dat dan vervolgens meten inderdaad? Dus dat is met name ook in de utiliteitsbouw lastig. Dan zou je echt overal slimme meters moeten hebben. En zou je dan inderdaad in het ene jaar wel het doel behalen en in het andere jaar niet? Het lijkt me lastig om dan een eenduidige lijn te trekken als je hem echt legt op dat werkelijke besparingsniveau. Kun je er zo wat mee, Jeroen? Ja. Oké. Dankjewel Jeroen voor deze interessante vraag. Dankjewel Evie voor je bijdrage om de uitleg naar het streefdoel. Straks krijgen we Stefanie, die gaat uitleggen wat er daadwerkelijk mee gaat gebeuren. En dankjewel voor je komst naar de studio. Helemaal goed. De volgende spreker is René van der Loos. René is adviseur energie en duurzaam bouwen bij DGMR. René komt vandaag niet naar de studio. Die blijft heel coronaproof thuis. Achter zijn eigen pc. Maar we hebben wel een hele mooie inbelverbinding met René. En daar zien we René. René, welkom bij ons in de studio. Je staat voor mij heel groot op het scherm. Dus het voelt net alsof je hartstikke dichtbij bent. Kun jij ons meenemen in het onderzoek naar hoe de eindnorm ontwikkeld wordt? Dankjewel, Selina. Ik ga inderdaad wat laten zien van de kostenoptimalisatiestudie die we uitgevoerd hebben bij DGMR voor de eindnorm. Ik ga even wat beelden daarbij tonen. Als goed is, krijgen jullie die ook te zien. Ja. De kostenoptimalisatie is een studie die op het moment uitgevoerd wordt om te bepalen of om mede te bepalen waar de eindnorm komt te liggen. Eindnorm is een wettelijke eindnorm. Die wordt ingevoerd op 1 januari 2021. Mogelijk zit daar nog wat ruimte op, maar daar wordt straks in het proces wordt daar nog nader op ingegaan. De eindnorm is gericht op het realiseren van een CO2-arme utiliteitsbouw in 2050. Nou, dat is het hele kader van het klimaatakkoord, waar deze uitwerking voor utiliteitsbouw voor gemaakt is. Bij de eindnorm kijken we alleen naar het gebouwgebonden energiegebruik. Dus die NTA 8800, die ook in het streefdoel naar voren gekomen is, die is bepalend voor de resultaten die we nu voor het eindnormonderzoek ook meenemen. Die eindnorm moet uitgedrukt worden in kilowattuur per vierkante meter per jaar. Dus dat is het kader wat wij nu meegekregen hebben. Er gaat nog wel gekeken worden ook naar werkelijke energiegebruiken. Eigenlijk al even inhakend op de discussie die er straks was. Maar dan moet kijken wat daar voor welke waarde er van allebei de inhoudelijke stukken verkregen kan worden om tot een zo goed mogelijke bepaling van die eindnorm te komen. Nou, in het onderzoek hebben we een aantal hoofdvragen meegekregen. Nou, de belangrijkste is om te kijken naar wat is het meest kostenoptimale energieprestatieniveau waarmee die ambities voor de utiliteitsbouw voor 2050 gerealiseerd kunnen worden. En de tweede deelvraag, en dat is dan weer de terugkoppeling naar die NTA 8800, is van ja, met welke indicator moeten we die eindnorm dan bepalen? Of waar moeten we van uitgaan? Moeten we dat doen alleen met de energiebehoeften, de BEN1-indicator uit die NTA? Moeten we dat doen met het fossiel energiegebruik, de BEN2-indicator in de volksmond? Of moeten we dat doen met de netto warmtebehoefte, zoals die ook voor de energieprestatievergoeding bij woningbouw gebruikt wordt? Nou,
Een derde vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden is welke streefwaarde voor isolatie van dichte en open geveldelen past bij die eindnorm. Ik neem jullie mee in een aantal stappen die wij voor die kostenoptimalisatiestudie hebben uitgevoerd. En ik zeg al wel hebben uitgevoerd, maar we zijn eigenlijk halverwege, want we zijn op het moment bij stap 2 bij het bepalen van de energiebesparing en de investeringskosten. Ik wil kort met jullie even stilstaan bij de verschillende stappen. Om daarna een doorkijkje naar het resultaat te geven. Allereerst de uitgangspunten. Op het moment dat je een studie doet, dan blijft dat een bureaustudie en ga je kijken naar een zo representatief mogelijke benadering van de totale werkelijkheid die we in Nederland hebben. En dat is gelijk een lastig onderdeel van het geheel. Te beginnen kijken we natuurlijk naar de complete voorraad en utiliteitsgebouwen die we hebben. Nou, daar zit een hele grote differentiatie in. Evi gaf dat ook al aan. Daar zitten oude gebouwen in, er zitten nieuwe gebouwen in, er zijn gebouwen die reeds heel energiezuinig zijn, er zijn gebouwen die waar nog weinig maatregelen zijn getroffen, en daar is het dan zoeken in. Wat wij voor de berekeningen nu gedaan hebben, is gezocht naar representatieve referentiegebouwen die we ingezet hebben in de studie. Dus per referentiegebouw hebben we berekeningen gemaakt. En die voorraad aan utiliteitsgebouwen hebben we per gebruiksfunctie, hebben die eigenlijk opgedeeld in verschillende grote klasses. En per grote klasse hebben we dan een referentiegebouw bepaald. En het referentiegebouw is wel een werkelijk gebouw, zoals dat in Nederland ook ergens staat. En daarvan hebben we de bouwkundige vorm, de kenmerken, hebben we eigenlijk overgenomen. Op die manier hebben we de voorraad dus steeds voor elke gebruiksfunctie opgedeeld in 3 klasses. En hebben we eigenlijk 3 referentiegebouwen per gebruiksfunctie vastgelegd. Omdat er meerdere gebruiksfuncties zijn, kom je dan op een 30-tal referentiegebouwen uit, waarvan we zeggen, nou, dit vinden we een representatief geheel voor de Nederlandse voorraad aan utiliteitsgebouw. Wat ik al zei, is dat niet in al die gebouwen dezelfde maatregelen nu reeds getroffen zijn. Een groot deel van die gebouwen heeft de EML-maatregelen al wel getroffen. In een deel is dat nog niet het geval. Sommige gebouwen zijn al wel geïsoleerd, sommige nog niet. Dus per gebouw hebben we ook een onderscheid gemaakt in de energetische kwaliteit. Eenvoudig gezegd in een slechte, matige en goede energetische kwaliteit. Dus dat is voor de huidige situatie het referentiekader waarmee we die studie uitvoeren. Dan komt eigenlijk de lastige situatie, dat we vooruitkijken. We kijken naar een doelsituatie in 2050. We weten met elkaar natuurlijk niet precies hoe die situatie in 2050 eruit ziet. Het blijft een toekomstvoorspelling. Dus enerzijds moeten we rekening houden met de feiten van nu, de gegevens die we kennen. En van de andere kant moeten we een inschatting maken van de verschillende ontwikkelingen die er nog gaan plaatsvinden. Ontwikkelingen in prijzen, energieprijzen, investeringskosten, nieuwe technieken die wellicht toegepast worden. En dat is lastig. Nou, voor deze uitwerking hebben we samen met de begeleidingscommissie een aantal uitgangspunten besproken. En daarvan hebben we in ieder geval gezegd van nou, we gaan uit van de beste rendementen van energiebesparende maatregelen die we nu kennen. En die maatregelen zijn misschien wel een beetje duurder nu, hè, aan de bovenkant van de markt. Maar daarvoor gaan we dan uit van de huidige marktgemiddelde kosten. Dus je gaat eigenlijk naar het betere rendement kijken, maar dan wel met het huidige kostenniveau. Voor de toekomstontwikkelingen gaan we voor die kosten dan niet kijken naar inflatie. We gaan er dan vanuit, omdat die technieken meer toegepast worden, meer verkocht worden, meer geproduceerd worden, dat die technieken een beetje goedkoper worden. Voor de energieprijs sluiten we aan bij de beleidsvisie zoals die er landelijk ook ligt en is vastgelegd in de klimaat- en energieverkenning, in de KEF. En we voor de lange termijn met het CBS-inflatiecijfer. Dan blijft er natuurlijk een onzekerheid zitten rondom al die uitgangspunten die je hanteert. Want wat wordt precies het investeringskostenniveau? Wat wordt precies de energieprijs? Juist daarvoor doen we een aantal gevoeligheidsanalyses om te kijken of die uitgangspunten die we nu hanteren voor de studie naar de eindnorm, of die ook van invloed zijn op het eindresultaat. Nou, op dit moment zijn we bezig met het doorrekenen van alle verschillende maatregelen en pakketten. DGMR rekent aan de energieprijzen of aan de energiebesparingen ervan. En Arcades bepaalt de investeringskosten van de verschillende maatregelen. En samen maken we een koppeling daarvan en gaan we rekenen aan de nette contante kosten. Dus die energiebesparingen enerzijds en die investeringskosten anderzijds, die worden samengenomen in de nette contante kostenbepaling over een periode van 20 tot 30 jaar, tussen nu en 2050.
Naast de energiebesparing en de investeringskosten worden daarin ook de kosten voor vervanging, voor onderhoud en eventuele restwaarde worden meegenomen, zodat je het kostenplaatje zo compleet mogelijk in beeld krijgt. Nou, daar zitten dan ook de verwachte prijsontwikkelingen in van de energieprijs en van de investeringskosten. We doen dat voor losse maatregelen en we doen het voor pakketten. We doen dat voor alle referentiegebouwen en voor alle verschillende energetische uitgangssituaties die we voor die referentiesituatie bepaald hebben. Uiteindelijk resulteert dat erin dat we voor elk doorgerekend pakket een netto contante kostenresultaat krijgen. Dat resultaat gaan we samen met de resultaten van alle andere pakketten in een grafiek zetten. En dat is eigenlijk het plaatje zoals dat rechtsonder ook op de sheet is weergegeven. Per gebruiksfunctie of per gebouw kunnen we straks een grafiek met resultaten krijgen van netto contante kosten van al die maatregelpakketten. En de volgende stap is dan om die resultaten te analyseren en met elkaar te gaan bekijken waar het kostenoptimale punt zit. Zodat we op grond daarvan een eindnorm per gebruiksfunctie kunnen vaststellen. En dat is wat ik in het kort wilde vertellen van de eindnorm. Dus dan kom ik weer terug bij jou, Selina. Dankjewel, René. Volgens mij heb je al heel veel werk verzet, maar zijn we er ook nog lang niet. We zijn goed op weg over hoe we daadwerkelijk een eindnorm gaan bepalen. Ja. We gaan eerst even over naar een poll voor de deelnemers. Als je voor 2030 gaat renoveren, dan richt je je op het streefdoel en niet op de eindnorm. Dus dan richt je je op het doel van 2030 en niet op dat van 2050. Laten we eerst de deelnemers van dit webinar even hun kans geven om te reageren. Oké. René, wat denk jij er zelf van? Hoe zou jij reageren op deze poll? Nou, ik vind dat wel een hele lastige vraag. Ik zou misschien bijna samen met Evi moeten beantwoorden. Maar de eindnorm ligt natuurlijk nu nog niet vast. Die moet nog bepaald worden. En dan kun je denken, ja, dat is een kwestie van vormgeven aan het getal wat daar straks bij hoort. Maar het ligt ook nog niet vast of dat die op energiebehoeften vastgelegd gaat worden. Of dat die eigenlijk op het fossiele energiegebruik vastgelegd gaat worden. En dat maakt wel heel veel uit. Omdat je daarmee vanuit die energiebehoeften sluit je veel meer aan bij bijvoorbeeld bouwkundige maatregelen, zoals die ook deels voor de streefwaarde verwoord zijn. Ik denk dat het op dit moment belangrijk is om te kijken naar een natuurlijk moment. Op het moment dat je iets gaat doen, dat je dan die maatregelen die op dat moment evident zijn, dat je die ook treft. Maar dat is in de eerste jaren. De lange termijnvisie die zal natuurlijk op de eindnorm moeten liggen. Oké, volgens mij is dat jouw conclusie. Hè? Heb je een natuurlijk moment, pak dan alle evident voor de hand liggende maatregelen. En als we wat verder zijn, kijk dan naar de eindnorm over hoe je die moet halen. We hebben ondertussen uitslag van de polls. 34% is het eens met de poll. Hè? Dus die gaat... Die gaat zich richten op het streefdoel. En 60% is het oneens. Die gaat zich, nou ja, dat weten we, hebben we niet gevraagd natuurlijk. Die gaat zich misschien richten op de eindnorm. Of is het gewoon oneens met de stelling? Dat is natuurlijk met dit soort vragen. We hebben een vraag van het publiek. En van Susanne Oudmeijer. Zeg ik het zo goed, Susanne? Ja, Susanne Oudmeijer. Hey. Ik werk bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, AMC, locatie AMC. Wij hebben al een routekaart gemaakt. En wat ik interessant vind aan deze berekening is dat een van de eerste sheets was, we gaan de eindnorm opstellen op basis van kostenefficiënte maatregelen. Nou, één ding, bij ons gaan er geen kostenefficiënte maatregelen genomen worden, omdat ons gebouw gewoon enorm groot is, oud, en daardoor is iets als isolatie van muren en plafonds gewoon niet kostenefficiënt te doen. Dus hoe gaan jullie daarmee om met de eindnorm? Voor de eindnorm, Selina, als ik hem gelijk mag beantwoorden. Zeker.
hebben we niet vastgelegd om alleen maar te kijken naar kostenefficiënte maatregelen. Of een maatregel in die kostenoptimalisatiestudie, zeg maar, als kosten optimaal naar voren gaat komen. Dat moet blijken uit de resultaten. Dus voor de streefwaarde is er een heel duidelijke definitie vastgelegd om alleen maar kostenefficiënte maatregelen mee te nemen bij de adviesmaatregelen voor die streefwaarde. En in de kostenoptimalisatiestudie zitten dezelfde maatregelen die ook in het, voor het streefdoel meegenomen zijn. Maar worden ook de andere maatregelen die bij het streefdoel buiten beschouwing gelaten zijn, ook meegenomen. Dus wij maken eigenlijk alle mogelijke combinaties van maatregelen die je kunt bedenken binnen de huidige beschikbare technieken. Daar hebben we aan doorgerekend. En daar rollen straks bepaalde pakketten uit die een bepaalde totaalprijs in die netto contante waarde hebben. Dus de voorselectie is op die manier niet gehanteerd. Dan als de vraag ernaar, wat is kosten optimaal dan? Ja, dat is precies een lastige vraag. Op het moment dat je gaat kijken naar de totale kosten van pakketten, dan zou je, zeg maar, in een eenvoudig plaatje kijk je naar een terugverdientijd. En op het moment dat de investeringskosten zich, zeg maar, niet terugverdienen binnen die tijd, dan worden de kosten dus hoger. Wat we eigenlijk bij de resultaten van de eindnorm doen, is dat we alle verschillende mogelijke resultaten doorrekenen en gaan kijken vanaf welk energieprestatieniveau worden we nou dan maatschappelijk geconfronteerd met hogere kosten voor die prestatie. En in die zone, waarbij je eigenlijk ziet dat als je streeft naar een lager energieprestatieniveau, waar de kosten dan omhoog lopen, dat is de zone waar normaal het kostenoptimale niveau ligt. Dankjewel René voor je uitleg. Ik moet even ingrijpen vanwege de tijd. Maar volgens mij gaat het erover dat deze studies, wat natuurlijk altijd heel lastig is, die kijken over alle gebouwen. En als je voor een heel specifiek gebouw kijkt, dan zou de situatie daar opeens heel anders uit kunnen zien. Ja, nee, dat klopt. Ja. Het heeft altijd te maken met de specifieke uitgangssituatie voor elk gebouw. Ja. Daar moet je eigen afweging voor maken. Nou, Susanne, dus dankjewel voor je goede vraag. En René, dankjewel voor je presentatie. Ik hoop dat we je later nog een keer gaan zien als we echt weten hoe de eindnorm eruit komt te zien. En dat is ook een mooi bruggetje naar de volgende spreker. Ik wil graag de volgende spreker aankondigen. En dat is Stephanie van der Wiel. Stephanie is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK. En Stephanie houdt ook heel goed in de gaten over hoe het proces gaat lopen rondom het streefdoel en de eindnorm. En ik geef Stephanie graag het woord. Stephanie, welkom. Dankjewel. Ja, ik mag inderdaad iets vertellen over het proces en de planning verder rond het streefdoel en de eindnorm. Na de presentaties van Evi en René. Zoals Evi al aangaf, eigenlijk het onderzoek naar de streefdoel is nu afgerond. En daar komen bepaalde bevindingen uit. En daar willen we de Kamer ook over informeren. En dat willen we eigenlijk doen via een Kamerbrief. En die willen we nog voor de zomer aanbieden. Dus dat betekent feitelijk in juni, want het is al bijna zomer. En behalve zeg maar, de resultaten van het streefdoelonderzoek en wat dat betekent voor het korte termijn handelingsperspectief van gebouweigenaren, willen we dat ook benutten om een meer algemene update te geven over de voortgang binnen de bestaande utiliteitsbouw. We zijn natuurlijk al een jaar onderweg met het klimaatakkoord. Dus ook even terugkijken, wat is er in dat jaar allemaal gebeurd? Welke instrumenten hebben we allemaal al? Wat wordt er op dit moment nog opgetuigd? En dat is ook het verhaal over hoe we denken dat we die doelstelling in 2030 gaan halen. Dat moeten we natuurlijk heel goed gaan monitoren, of dat ook echt gaat gebeuren. Dat is ook afgesproken in het klimaatakkoord. Dus wat we daarvoor gaan doen is, we hebben natuurlijk de jaarlijkse CEF. Daarin staat de klimaat- en energieverkenning. Daarin staat hoe het in globale zin gaat met de utiliteitsbouw. Maar dat is heel hoog over. En daar halen we nog verder niet heel veel informatie uit. Maar we hebben ook de monitorgebouwde omgeving van RVO. En die kan er heel veel aan toevoegen van wat gaat er nou goed, wat gaat er minder goed in die gebouwde omgeving, in de utiliteitsbouw. Welke maatregelen gaan heel hard, welke instrumenten gaan heel goed, wat gaat er minder goed. En we willen ook kijken naar de meer kwalitatieve evaluatie. Dus eigenlijk inzoomen op
die knelpunten? Wat speelt er bij gebouweigenaren? Zijn er redenen waarom investeringen niet van de grond komen? En wat kunnen we daaraan doen? In de routekaart en maatschappelijk vastgoed is daar ook al een soort aanzet voor gegeven. En ook in de stakeholder sessies die we in oktober en november hadden, hebben we daar eigenlijk goede input voor opgehaald. In 2025 volgt er dan een integrale evaluatie. Dan gaan we echt kijken, liggen we op koers voor die 2030? En als dat niet zo is, dan zal er aanvullend beleid gemaakt moeten worden. Of dat dan is meer wet- en regelgeving of meer stimulerende instrumenten of een combinatie daarvan. Dat zullen we dan in 2025 moeten beslissen. Ja, de eindnorm. René is nog druk aan het rekenen, dat werd al wel duidelijk. We verwachten de eerste resultaten in juni. Dan bespreken we dat ook met de begeleidingscommissie. En dan hebben we eigenlijk de zomer om een conceptregeling op te stellen en dat ook echt in een wetsvoorstel te gaan verwerken. Dat wordt op ANVB-niveau en het besluit bouwwerken leefomgeving. En dat betekent dat we dit najaar eigenlijk de internetconsultatie kunnen starten. Van iedereen zijn opmerkingen daarop kunnen ophalen. En dan treedt het hele formele traject in werking van alle stapjes die daarbij horen. En natuurlijk gaat het naar de Tweede en de Eerste Kamer. René die begon al in zijn presentatie inwerkingtreding 1 januari 2021. Dat stond inderdaad in het klimaatakkoord. We hadden al aan de Kamer laten weten dat gaan we niet redden, dat wordt 1 juli 2021. En we zitten ons nu af te vragen, moeten we niet voorstellen om daar nog een half jaar extra de tijd voor te nemen. Ook vanwege het aangekondigde uitstel van de omgevingswet die 1 januari 2022 in werking treedt. Moeten we daar niet bij aanhaken, is dat niet logisch. En dan hebben we ook wat meer de tijd om daar rustig de tijd voor te nemen en te kijken en die resultaten uit het onderzoek te interpreteren. En wat betekent dat nou voor de gebouwde omgeving? En wat is inderdaad de verstandige en gewenst eindnorm? Dankjewel, Stephanie. Dit geeft in ieder geval even een helder beeld van wanneer we wat kunnen verwachten. Misschien wil je even aan tafel komen zitten, ja. Want we hebben een poll en een vraag van een deelnemer. Maar laten we beginnen even met de poll. Als je wil dat eigenaren op natuurlijke momenten de juiste maatregelen gaan nemen, dan bereik je dat alleen met wetgeving. Het streefdoel klinkt heel aardig, maar hebben we niet gewoon keiharde wetgeving nodig? En ik hoor graag wat de deelnemers daarvan vinden. En die hebben daar natuurlijk even de tijd voor. Stephanie, is wetgeving zaligmakend? Nee. Als je hem zo formuleert, is het natuurlijk helemaal een makkelijk antwoord. Ik ben het inderdaad niet eens met die stelling. Dat zit hem ook vooral in het woordje alleen. Hè. Alleen met wetgeving ga je ook je doelen bereiken. Dat is natuurlijk niet zo. Wetgeving is altijd een minimumniveau. En daarmee leg je echt de bodem neer van dit. Hier moeten alle gebouwen in heel Nederland aan kunnen voldoen. Die moeten dus ook voor iedereen haalbaar zijn. Je hebt daarnaast ook nog een heel pakket aan stimulerend instrumentarium, subsidies, fiscale maatregelen, innovatiebeleid. Dus dat moet samen allemaal optellen tot dat uiteindelijke doel. En dat ligt ook niet allemaal bij de overheid. Hè. Dus de markt heeft daar ook een belangrijke rol in. Misschien komen er nog allerlei kostendalingen aan. Er zit natuurlijk ook een uitdaging in. Pakketten zo aan te bieden aan gebouweigenaren dat het aantrekkelijk wordt om te investeren. Daarbij misschien ook te helpen en te ondersteunen, het ontzorgen. Zodat er ook, dat het ook aantrekkelijk wordt om te investeren in energiebesparende maatregelen. En eigen opwek natuurlijk. Ja. En dat moet, dat samenspel dat moet natuurlijk leiden uiteindelijk tot dat we met z'n allen die doelstellingen gaan halen. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb een hele interessante vraag van Rob van Bergen. Die ken ik. Maar Rob zegt dat ik beter zelf de vraag kan stellen. Kan je de eindnorm loszien van de eisen die gesteld gaan worden aan circulariteit? Nee, ze hangen met elkaar samen natuurlijk. He, want alles wat je in een gebouw stopt, heeft ook een circulaire impact. De eindnorm die wordt bepaald. In de indicator daarvoor wordt de kilowattuur per vierkante meter per jaar indicator. Mm-hmm. En in principe heb je dus meerdere mogelijkheden tot je beschikking om maatregelen te treffen waarmee je die eindnorm gaat realiseren. Er zit een soort techniekneutraliteit achter, dus je kunt daar zelf technieken in kiezen.
En de ene techniek zal meer impact hebben dan de ander. Ja. Dus hè, wat dat voor invloed heeft op je circulaire voetafdruk, ja, dat valt van tevoren niet helemaal te zeggen. En bij de MPG, of de milieuprestatiegebouw, is eigenlijk op dezelfde manier. Hè, daar is een getal en daar moet je aan voldoen. Maar hoe je daar precies komt, daar heb je vrijheid in. Dus ja, omdat je niet... als we een eindnorm weten, dan weten we nog niet precies de maatregelen die daartoe gaan leiden. Dus dat maakt de vergelijking lastig. Het gaat inderdaad om de prestatie die we aan het einde bereiken. Ja. Dankjewel, Stephanie. Ja. Aan het einde, na de subsessies, sluiten wij met z'n tweeën nog eventjes af. Ja. En dan stel ik jou nog een paar interessante vragen over hoe we hier nu allemaal verder mee gaan. Ik heb het kunnen inspireren. En dat we mooie conclusies mee kunnen nemen naar eventueel vervolgbeleid. Wat we misschien met elkaar moeten gaan bouwen. Evi, welkom terug. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel. We hebben het hele tijd gehad over kosteneffectiviteit. Maar iemand vroeg ook, waar is de terugverdientijd gebleven? Wat is de relatie tussen deze twee? Kosteneffectiviteit is eigenlijk een begrip waarvan we gezegd hebben, nou, dat definiëren we. Als in hoeverre dus een investering echt doelmatig is. En dat maken we meetbaar door middel van die terugverdientijd. Dus wat we in het onderzoek gedaan hebben, is van al die maatregelen die ik net opnoemde, ze hebben we terugverdientijden berekend. Mm-hmm. Dus we hebben op basis van de Arcades kostenkengetallen hebben we investeringen berekend. Door middel van de NTA-tool hebben we energiebesparingen berekend. Nou, en zodoende kunnen we een terugverdientijd van een maatregel bepalen. Is die terugverdientijd dan korter dan de levensduur van het element? Dan zeggen we eigenlijk, hij is kosteneffectief. En dan wordt hij groen? Dan wordt hij eigenlijk groen, yeah, ja. Ja, is hij nou net niet kosteneffectief? Dus zit hij er net iets boven, dan maken we hem nog oranje en dan zeggen we, hij is nog wel kansrijk. Maar inderdaad, door de middel van dus al die terugverdientijden te berekenen, bepalen we of een maatregel kosteneffectief is of niet. Oké, helder. Er was ook een vraag gekomen over de erkende maatregelen. Er lijkt enige overlap te zitten tussen de huidige erkende maatregelen en de maatregelen die jij genoemd hebt. Of is dat niet zo? Dat klopt. Ik snap dat die overlap er lijkt. Want er staan inderdaad maatregelen tussen die voor sommige gebouwcategorieën een erkende maatregel zijn. Het zit namelijk zo, in de erkende maatregelen zijn verdeeld over een aantal erkende maatregelenlijsten. Die verschillen per categorie. Mm-hmm. Dus voor kantoren gelden er andere erkende maatregelen dan bijvoorbeeld voor onderwijsgebouwen. En wat we hebben gedaan is, we hebben precies per referentiecategorie gekeken van oké, welke maatregelen zijn erkende maatregelen. Dus waar is wel die overlap? Die sluiten we uit. Mm-hmm. En waar die er niet is, rekenen we wel alle maatregelen door. Dus dat is nog een verdieping die per categorie heeft plaatsgevonden. Maar waar deze 10 minuten iets te kort was om dat ook allemaal uit te leggen. Kun je een voorbeeld noemen? Volgens mij even denken. Ik denk dat spouwmuurisolatie volgens mij bij allemaal een erkende maatregel is. Maar dit moet ik wel heel erg uit mijn hoofd doen. Ik kan even zo geen echt concreet voorbeeld bedenken. Nee. We hebben in je lijstje gezien een hele rits losse maatregelen, lijkt het wel. Hè? Ja. Maar we weten natuurlijk zeker dat maatregelen interfereren met elkaar. En dat het soms veel slimmer is om naar een heel pakket maatregelen te kijken. Hoe ben je daarmee omgegaan? We hebben eerst alle maatregelen individueel bekeken. Om inderdaad te kijken van wat doet zo'n maatregel nou op het hele gebouw. Maar het is precies wat je zegt. Als je een gebouw gaat verduurzamen, dan ga je meestal niet één maatregel doen, dan doe je er meerdere. En dan krijg je te maken met interferentie. Dat houdt eigenlijk in dat 1 plus 1 geen 2 is. Mm-hmm. Dus als je twee maatregelen doet, dan mag je niet zomaar de besparing bij elkaar optellen. En de investering ook niet altijd. Dus daar zit een bepaalde mate van interferentie. Dus waarom hebben we ook voor alle gebouwen de maatregelpakketten doorgerekend? Okay. En in die pakketten houden we rekening met de interferentie. Mm-hmm. Dus precies met hoe hebben ze invloed op elkaar. Daar komt ook een totaal resultaat uit. En dat resultaat is ook gebruikt voor de extrapolatie. Om ook, dat geeft gelijk een soort van zekerheidsmarge, veiligheidsmarge. Dat je niet te veel besparing gaat toerekenen aan een bepaalde verduurzaming. Ja, precies. Dus het komt terug inderdaad in die 1,7 megaton CO2-reductie. Ja, daar hebben we rekening gehouden met die interferentie. Ja. Oké. Wat zou je... even een andere vraag. We hebben dat rijtje maatregelen, waarvan je zegt groen en deze oranje, en die is niet kosteneffectief. Wat zou jij nu gebouweigenaren willen aanbevelen om morgen op te pakken?
Of binnen een jaar of binnen een paar jaar? Dat hangt er ook heel erg vanaf, denk ik. Waar ik mee zou beginnen als ik gebouweigenaar was, is kijken wanneer het natuurlijke moment is voor mijn gebouw. Want ik geloof er zelf wel in dat, ja, we hebben nog 30 jaar tot 2050. Dan kent denk ik bijna elk gebouw nog een natuurlijk moment. Mm-hmm. En dat is echt het moment om grootschalige verduurzaming aan te pakken. Nou, is dat moment nog heel ver weg, dan weet je, stel bijvoorbeeld dat jouw natuurlijke moment pas in 2040, 2045 is. En dan weet jij dat om het streefdoel te behalen, of om misschien mee te gaan met de transitievisie van de gemeente, dat je al eerder actie moet ondernemen. Dus dan is het handiger om te focussen op maatregelen die bijvoorbeeld zelfstandig zijn. Ja. Die lange termijn verduurzaming die je eventueel in 2040 gaat doen, niet in de weg staan. Daar hangt het heel erg mee samen. Weet jij bijvoorbeeld ook dat het natuurlijke moment al in 2030 is of 2027? Dan is het misschien verstandig om nog heel even wat minder maatregelen te doen, of minimale maatregelen te doen, echte quick wins. En in 2030 grootschalig te gaan verduurzamen. En dat hangt ook enigszins samen met de routekaarten die natuurlijk nu allemaal worden opgesteld. Mm-hmm. Dus ben je heel erg bewust van die lange termijnvisie. En zorg dat je dat ook weet en daar naartoe kunt handelen. Want het is natuurlijk helemaal zonde en helemaal niet duurzaam als je nu bijvoorbeeld zonnepanelen op een dak legt. Terwijl je dat misschien over 5 jaar moet gaan vervangen. Ja. Ja, het dak helemaal vervangen. Dus mijn advies aan gebouweigenaren zou ook vooral zijn, breng nou gewoon in beeld wanneer je je gebouw wil gaan aanpakken. Ja. Ja, helemaal mee eens. Heb een visie op je gebouw. Ja. Of je er nu 1 hebt of een hele portefeuille van 100 gebouwen. Zeker, ja. Nog 1 laatste vraag. Die gaat inderdaad over de relatie tussen kosteneffectiviteit en of je maatregelen op een zelfstandig of een natuurlijk moment moet doen. Je hebt een lijst maatregelen gemaakt. Kunnen we dat zien als maatregelen die je op een natuurlijk moment moet doen of op een zelfstandig moment? Ja, dat klopt. We hebben per maatregel aangegeven welke maatregel op een zelfstandig moment kan worden uitgevoerd. Mm-hmm. En welke maatregel bij voorkeur op een natuurlijk moment kan worden uitgevoerd. En dan kun je... Is dat een beetje hetzelfde als wat bij de erkende maatregelenlijst is gebeurd? Ja, ongeveer wel. Ja. Okay. Ja, we hebben ook aangesloten bij die definities. Okay. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat bijvoorbeeld de maatregel gevelisolatie, waar het in ons onderzoek echt ging om gevelisolatie aan de buitenkant. Dat is een maatregel die je bijvoorbeeld wel inderdaad ook zelfstandig zou kunnen doen. Bijvoorbeeld vloerisolatie, zeker als je een kruipruimte hebt, PV-panelen, een zonneboiler. Dat zijn echt maatregelen die je op zelfstandige momenten zou kunnen toepassen. Heb je het meer over inderdaad je dakisolatie. Mm-hmm. Dat is een hele logische waarvan je zegt, die doen we liever op een natuurlijk moment. Als we bijvoorbeeld toch de dakbedekking moeten vervangen. Ja. Of toch nog andere werkzaamheden gaan doen. Ja. Dus zo is dat wel inderdaad per maatregel verschillend. Oké. We hebben volgens mij nog 1 minuut. We hadden net al een hele andere vraag. Een van de subsessies. Het gaat even. Ik weet dat dit ook gewoon te maken heeft met vastgoed, maar misschien niet per se met energie. Thomas Welling had bijvoorbeeld een sessie. Hè, die ging over de integraliteit. Hoe moet je nou integraal naar een gebouw kijken? Hoe zien jullie dat vanuit Brink? Want we hebben het nu wel heel erg steeds over de energierekening, energie, CO2-reductie. Hoe voorzie jij de toekomst voor duurzame gebouwen? Ik werk persoonlijk heel veel met gebouweigenaren voor die heel veel vastgoed in bezit hebben. Mm-hmm. Dus echt grote vastgoedportefeuilles. En wat ik dan vooral voorzie is dat proberen inderdaad die lange termijn planning te maken. Want ik merk pas dat dan een soort van het bewustzijn komt of je zo'n doel zoals die 49% CO2 of die 95% in 2050, of je dat wel of niet gaat halen. Mm-hmm. En daarmee creëer je ook een bepaalde mate van urgentie. Wat ik zelf heel erg interessant vind te zien, omdat duurzaamheid verbindt ook. Dus wat je ziet is dat heel snel de connectie naar vervoer wordt gelegd. Maar bijvoorbeeld ook het realiseren van laadinfrastructuur. Oh ja. Maar dat ook inderdaad nu zeker met deze tijden met het thuiswerken. Mensen hebben het inderdaad over afstanden. Hoe moeten gebouwen hierop inspelen? En hoe kunnen we met z'n allen toch van deze crisis gebruik maken en duurzamer worden? Dus ik vind juist die hele integrale opgave en dat juist...
ja, vanuit dat perspectief bekijken, vind ik heel interessant. En ik denk ook echt dat als we deze crisis aangrijpen, dat, ja, dat het ook echt een vliegwiel kan zijn om ja, tot meer duurzamere vastgoedvoorraad te komen. Ik hoop het ook. Ik stel voor dat we hier eindigen. Welkom terug bij het allerlaatste stukje van het webinar Verduurzame Utiliteitsbouw. Ik hoop dat jullie een leuke sessie hebben gehad. Ik hoorde van enkele mensen dat zij wel in de verkeerde sessie hebben gezeten. Maar ik hoop dat je uiteindelijk de goede hebt gevonden. Of dat je een heel intiem gesprek hebt gehad met z'n tweetjes. We sluiten vandaag het webinar nog heel even af met een paar lastige vragen voor Stephanie van der Wiel, de beleidsmedewerker bij BZK. En daarna ronden we gewoon het hele webinar af. Stephanie, we hebben het vandaag echt ontzettend vaak gehad over maatregelen. Welke technische maatregelen moet je nemen? Warmtepompen, zonnepanelen, al die dingen. Dus heel veel gebouwgebonden dingen. Zouden we niet ook eens naar de gedragscomponent moeten kijken? Ja, er ligt natuurlijk best wel veel onderzoeken en ook uit de praktijk blijkt dat er nog heel veel besparingspotentieel zit en dat dat ook het relatief het goedkoopste besparingspotentieel is. Hè, dus dat je met relatief weinig investeringen dat er nog best al heel veel te halen valt, winst te behalen valt, puur door gedrag. Mm-hmm. Alleen dat heeft allemaal verschillende aspecten. Hè, dat heeft te maken met het doelmatig beheer en onderhoud van je installaties en ook het gedrag van gebruikers. Misschien organisatorische dingen, je inkoopbeleid. Er zitten allerlei aspecten aan, hoe je iets hebt georganiseerd in binnen je bedrijf of binnen je instelling. Dus dat maakt het ook meteen heel lastig om daar op te sturen. En het is natuurlijk een psychologisch proces. Ik denk, als je aan de slag gaat met verduurzaming van je gebouw, begin dan inderdaad bij die maatregelen, het laaghangende fruit, het doelmatig beheer en onderhoud. Want daar zit gewoon nog heel veel potentieel. Dus ik denk dat het zeker aandacht verdient. Nou, we hebben het vandaag gehad over normering binnen de utiliteitsbouw. Daarvoor is het een heel lastig en ongrijpbaar onderwerp eigenlijk. We hebben wel de doelmatig beheer en onderhoud erkende maatregelenlijst ook. Die staat ook op jullie website. En we hebben vanuit de EPBD 3 eisen die op 10 maart zijn geïmplementeerd. Ook de verplichte keuringen en daar komen ook aanbevelingen uit. Mm-hmm. Dus volg ook die aanbevelingen op en dan kom je denk ik al een heel eind. Ja, en wat we natuurlijk wel hebben, ik weet niet of je daar antwoord op wil geven, is ik mag misschien wel 1 september weer naar kantoor. Ons 1,5 meter kantoor mag echt niet zoveel mensen bevatten als voordat we in de COVID-crisis terechtkwamen. Ik denk wel dat het energieverbruik flink naar beneden gaat van het kantoor. Want we hebben minder computers aanstaan. Maar wel, wat denk je van het aantal kantoorgebouwen wat we in de nabije toekomst nodig hebben, zeg maar? Zou dat ook nog invloed kunnen hebben op het streefdoel, het CO2-reductiedoel voor 2030? Nou, interessante vraag. Maar dat is niet een vraag die ik denk ik kan beantwoorden. Ik denk dat we goed moeten gaan kijken wat voor impact dit allemaal gaat hebben op de gebouwde omgeving. Kantoor is 1 voorbeeld. Het speelt misschien ook nog bij andere sectoren. Scholen, om maar iets te noemen. Ja. Dus dat is best heel ingewikkeld. En ik denk dat we gewoon goed moeten gaan kijken wat dit in de praktijk gaat betekenen. Maar om daar nu al voorspellingen over te gaan doen. Nee, dat is wel lastig. Het was al een beetje sturen in de grijze mist, zei Maarten al. Hè? Ja, dus dit wordt nog dikkere mist. En we hebben nog 2 dingen waarvan ik denk dat zou ook nog best wel eens wat mist kunnen veroorzaken. Dat zijn de verkiezingen volgend jaar en de Europese Green Deal. Denk je dat die nog invloed gaan hebben op de normering? Nou, ik denk niet dat ze gaan bijdragen aan de mist. Ik denk integendeel. Nee, gaan er nog iets dikkere mist van maken. Nee, we 17 maart zijn er inderdaad verkiezingen. Dat is ook wel een van de redenen waarom we eigenlijk willen voorstellen om de introductie van die eindnorm nog iets verder naar achter te schuiven tot 1 januari 2022. Zodat we echt even de tijd nemen om daar goed naar te kijken. En niet in het voorjaar in 1 keer dingen naar de Kamer sturen en proberen dingen af te raffelen. Terwijl dat misschien niet echt nodig is ook voor een norm die pas in 2050 geldt. En waar mensen nog steeds 28 jaar de tijd hebben om daaraan te gaan voldoen. Dus dat zou misschien een raar signaal zijn als je dat nog er doorheen
zo snel mogelijk doorheen zou willen proberen te krijgen. Dat is denk ik ook niet nodig. Dus die zorgvuldige afweging die willen we de komende tijd gaan maken. Op zich, die eindnorm voor de bestaande utiliteitsbouw is gewoon een afspraak uit het klimaatakkoord. En ook eentje waar best wel veel draagvlak voor bestaat, ook bij bedrijven en instellingen. Omdat er juist heel veel behoefte is, tenminste dat heb ik ook in de vorige stakeholder sessies gehoord, van kom nou met die stip op de horizon, we willen weten waar we aan toe zijn. Ook langjarig, want de gebouwde omgeving, dat is gewoon een langjarig proces. En dat gaat over lange termijnen. Dus daar is best wel veel draagvlak voor zo'n eindnorm, dat die er komt. De precieze hoogte, daar zullen natuurlijk de meningen altijd over verschillen. En dat maakt het ook juist zo belangrijk om die afweging zorgvuldig te maken. Dus dat over de verkiezingen eigenlijk. Mm-hmm. En je zei ook nog iets over de Green Deal, de Europese Green Deal. We weten nog niet precies wat er de voorstellen gaan worden voor de gebouwde omgeving. Dus dat is gewoon afwachten wat eruit komt. Weet je of er andere landen zijn die met zo'n normering bezig zijn? Want we zouden ook een voorbeeld kunnen zijn, hè, voor andere landen. Ja. Ik weet het eerlijk gezegd zelf niet. Dus als andere mensen dat wel weten, dan hoor ik het graag. Nou, jullie kunnen allemaal chatten nu. Je weet welke landen al ik met zo'n normering bezig zijn. Ik heb wel gehoord over interessante normeringen vanuit Zweden, Engeland en Duitsland. Maar zeg maar de eindnorm die wij in gedachten hebben, ben ik nog niet tegengekomen. Maar dat wil niet zeggen dat er misschien landen zijn die daar ook parallel aan het werken zijn. Ja, zeker voor internationale bedrijven is het natuurlijk heel handig om één eindnorm te hebben. Ja. Oké. Dankjewel, Stephanie. Veel succes met de aankomende tijd. Het streefdoel verwerken in de Kamerbrief. En het onderzoek naar de eindnorm. En we horen graag later meer van je. Ofwel rechtstreeks van jou of via de minister in de Kamerbrief. Dus dankjewel. Hiermee sluiten we het webinar af. Dank jullie wel voor het kijken. Morgen sturen we alle deelnemers een link waarin je kunt vinden deze film natuurlijk. Het webinar kun je gewoon nog een keertje terugkijken. In ieder geval het plenaire gedeelte. Daarnaast zullen we de presentaties delen die vandaag ook aan bod zijn gekomen. En kun je vervolgens ook reageren op dit webinar. Ik vond het een hele mooie manier om kennis te verspreiden. Dus ik hoop dat we je in de toekomst nog een keertje kunnen treffen. Of via een webinar of in real life bij andere evenementen. Dus dankjewel voor het kijken.